Hey, dit is huis. Dit is heel huis. We zijn altijd op zoek geweest naar zoiets. Arnhem vind ik wat op, ja? Oké, lieve mensen. Ik heb één iemand gezien, één iemand maar. Ik zal diegene niet aanwijzen. Er was één iemand die vond niet mee. Eén iemand maar. Dat kan. Maar we gaan eventjes... Oh, wacht even. Ik heb natuurlijk mijn oortjes helemaal niet nieuw. Luister. Ja. Weet ik mijn shirt doen? Kijk. Hebben jullie nog steeds genoeg energie? Oké, dankjewel. Ik voel mij een beetje door jullie. Voel ik mij wel een klein beetje Superman nu, hoor. Luister. Ik zag één iemand net niet meedoen. En dat maakt niet uit, ik vergeet zelf ook wel eens de tekst. Maar we gaan even laten weten hoe het werkt. Het werkt ongeveer zo. Komt ie aan. Ik hoor jullie niet. Ik ben hier aan het doen, maar ik maak niet uit. Ik ben hier aan het doen. 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 Ik
10 cent. 10 cent. Wie wil de 10 cent? Dat lag hier toevallig. Luister dan. Inmiddels heb ik best wel veel dingen in mijn leven meegemaakt. En ook wel meer mensen dan jullie bij elkaar gezien. Maar dit, zoals jullie zijn, zo hoort het publiek ook wel echt te zijn. Besef het even. Ik zal jullie een verhaaltje vertellen. Wij reden richting Spanje. Wij reden altijd naar Spanje. Wie van jullie is wel eens in Spanje op vakantie geweest? Wij gingen wel eens naar Spanje op vakantie, best wel vaak. En dan gingen we met de auto en dan reden we altijd door België. En mijn broertje en ik, wij waren stront irritant, stront vervelend. Wie van jullie is er ook fucking vervelend? Je kan altijd nog zoiets doen als dat ik doe. Het komt altijd goed. Maar mijn moeder vroeg op dat moment aan mij. Zij zei, Gerwin, wat wil jij eigenlijk worden als je later groot bent? Ik zeg maar, als je dit niet erg vindt, dan zal ik gewoon altijd mezelf zijn. Ik zeg maar, als je dit niet erg vindt, dan zal ik voor altijd mezelf zijn. Zoals jij jezelf durft te zijn en jezelf bent. Ja. Ah. Soms word ik wakker rond een uur of 5.